Luis Pedro. Mag jij je achternaam aanvullen? Want voor mij is hij wat te lang. Da Silva Ferreira. En je komt uit Angola. Uit Angola, ja. En je wordt de nieuwe Grand Quest genoemd. Hoe komt dat zo, denk je? Nou, ik zei het zo net ook al tegen jouw collega. De meesten noemen mij de nieuwe Sanko. Maar ik vind het ook niet zo slecht als ik de nieuwe Grand Quest word genoemd. Ik vind het zelfs een hele goede verdediger. En je grote voorbeeld Sanko dan, in ieder geval, die gaat nu naar Duitsland toe. Ja. Hoe voelt dat eigenlijk? Nou, ja, op zich is het best wel raar, want ik had eerder verwacht dat hij in de Bundesliga zou spelen, want Sanko is geen slechte verdediger, maar het is wel een beetje naar beneden, vind ik, Augsburg. Het is tweede divisie in Duitsland, volgens mij. Even over jou. Wat voor exposure heeft dit toernooi? Ik denk dat het gewoon een hele goede ervaring is voor mijzelf, maar ook voor het team. Want je maakt heel veel dingen mee met buitenlandse clubs en hotels. Ja, ik denk wel dat het een hele goede ervaring is. En is dit je eerste eurovoetbaltoernooi of heb je al wel wat ervaring hiermee? Nee, dit is al mijn derde eurovoetbaltoernooi. Is je derde al? Mijn eerste jaar was als eerste jaar B'er. En vorig jaar was ik tweede jaar B'er. En nu ben ik eerste jaar A, als dispensatie ben ik nu. Als je kijkt naar het deelnemersveld, natuurlijk heel veel goede namen. Op welk team moeten we letten behalve FC Groningen, denk je? Ik denk dat Keulen ook wel een hele goede team is. Duitsers vind ik altijd wel heel goed voetballen. Maar we moeten vooral meer op ons letten, denk ik. We moeten echt op ons letten. Zien we jou ook terug in de finale, denk je? Wat zijn jullie kansen, denk je? Onze kansen zijn 50-50. Ja. Volgens mij is het net tegen Porto. Jullie hadden sowieso wel kansen genoeg. Ja, alleen afmaken ging niet zo goed, maar... Daar hebben we ook niet echt op geoefend op de training. Maar ik denk, als je gezien ons spel, denk dat het wel veel biedt, deze wedstrijd. Wat is jouw kracht? Ik ben snel. Ik ben ook wel sterk, denk ik. En ook wel kopkrachtig. Allebei, die drie dingen, denk ik. Als echt nood aan de man is en Bert van Marwijk heeft zoiets van, ik moet nog iemand hebben. Ja, wie weet, ooit. Misschien wel ooit.